Vandaag in Dasje Goed Recht. De familie Hofman verkoopt via een tussenpersoon hun caravan voor €8.000. Maar zie nooit iets van het geld. Doe nou eens even normaal. Ik heb net gevraagd of ik niet op de camera wil. Ik heb net gevraagd of ik niet op de camera wil. Blijf van die camera. Hij moet. Blijf van die camera. Ik heb alleen gezegd, ik wil niet op die camera. Wat zeg ik dan? En wat zijn nog je rechten als je je een product laat aansmeren door een gladde telefoonverkoper waar je niet meer vanaf komt? En die zeggen, we voelen ons belazerd. En op het moment dat je er vanaf wil, dan kom je er gewoon niet vanaf. En dan zeg ik, ja, dat is toch de manier niet waarop je je geld wil verdienen, denk ik. Nee, maar zo werken we ook niet, op die manier. Nee. En Dieneke's leven stort totaal in als zij door toedoen van de gemeente niet meer mag reizen met speciaal vervoer. En onze dochter van 3, die gewoon huilend bij mij op schoot zit. Mam, waarom hebben wij geen pasje meer voor een busje? Nou, dat scheurt je hart. Want er is een verschil tussen in je recht staan en het ook krijgen. We krijgen op de redactie heel veel tips van mensen die zijn opgelicht. Soms gaat het om kleine bedragen, maar soms ook om duizenden euro's. Maar wat doe je als een bedrijf misbruik maakt van de mazen in de wet en je iets aansmeert waar je totaal niet op zit te wachten? Meer dan 90% van de Nederlanders ervaart telefonische verkoop als hoogst irritant. Toch trapt jaarlijks rond de 10% in de praatjes van de gladde telefoonverkopers. Zo ook Dennis. Hij wordt gebeld door een bedrijf dat onder andere boeken en cd's verkoopt. En ze doen hem een aantrekkelijk voorstel. Ik werd thuis gebeld of ik een proefpakket wou ontvangen van fotografie en railway. En dat leek me toen een hele interessante aanbieding, omdat mijn hobby is fotografie. Die aanbieding was het eerste proefpakket. Dat was dus voor een goedkopere prijs. En daarna zou je dus pas betalen bij de vervolgaanbiedingen. En die zou je dan voor de gewone prijs zijn. En dan kon je het eerst even bekijken. En dan kon je het rustig kijken of dat je het interessant vond en of je het wilde houden of niet. Dennis is totaal niet tevreden over het proefpakket en stuurt het binnen 14 dagen terug. Maar dan beginnen de problemen pas echt. Hij komt niet van het bedrijf af, want ze blijven hem keer op keer pakketten opsturen. Ik heb het pakket teruggestuurd. Toen heb ik een hele tijd niks meer gehoord. En toen denk ik van, nou, het zal wel goed zijn, ik ben er vanaf. Totdat er op een gegeven moment heel veel rekeningen begonnen te komen. €7,25 werd er iedere maand afgeschreven voor de railway. De fotografiecursus heb ik ook moeten betalen, heb ik ook niks voor ontvangen. Dat is best hoog opgelopen. Omdat Dennis tijdens het eerste telefoontje zijn rekeningnummer doorgeeft, wordt er daarna automatisch €300 van zijn rekening afgeschreven. Verstrek dus als consument nooit zomaar aan iemand je bankgegevens. We krijgen heel veel klachten van bedrijven die mensen op een slinkse manier geld afhandig maken. Wat kun je daartegen doen? Als je iets koopt via de telefoon of via internet, dan spreken we over koop op afstand. Je hebt dan volgens de wet een bedenktijd van 7 dagen. Dennis was niet tevreden over zijn aankoop en hij had zijn spullen binnen 7 dagen kunnen terugsturen. Dan was hij van de aankoop af geweest. Ook Danielle is het schip ingegaan en zit vast aan een abonnement waar ze absoluut niet op zit te wachten. Danielle wordt benaderd door hetzelfde bedrijf via een prijsvraag-e-mail. Ze denkt iets gewonnen te hebben, maar achteraf blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Ik deed mee aan een prijsvraag, want ik kreeg een e-mail. En vervolgens toen kon je je voorkeuren er aanvinken wat je leuk vond. Reizen, diamanten, van alles. En als je dat had aangevinkt, dan kon je meedoen aan die prijsvragen en dan kon je een prijs winnen. Dus ik denk, nou, dat is hartstikke leuk en ik zie het kwaad er niet van in, dus dat deed ik. Toen heb ik diamanten aangevinkt. Vervolgens, nog geen week later, werd ik gebeld door het Lectorama-bedrijf dat ik dus die keuze had aangevinkt en of ik een kennismakingspakket wou ontvangen. Ik zeg, nou, dat is prima, maar zit daar nog iets aan vast? Of moet ik eenmalig betalen? Of krijg ik nog meer dingen? Nou, het is gewoon eenmalig betalen. En daarna mag je zelf kiezen of je ermee doorgaat. Danielle ontvangt het eerste pakket, maar is niet tevreden. Ze stuurt haar pakket terug, maar vervolgens zit ze wel vast aan de vervolgpakketten. En er wordt ook nog eens €150 van haar rekening afgeschreven. Ik kreeg dus na dat eerste pakketje die ik had teruggestuurd, kreeg ik dus betalingsherinneringen, ook voor andere pakketjes. Want die verzameling gaat natuurlijk door, want er waren iets van 4 of 5 pakketjes in totaal waar die ik dus stop had gezet. Dus die informatie hadden ze, dat ik het stop wou zetten. En toch moest ik er dus voor betalen, terwijl ik er helemaal niet toestemming voor heb gegeven.
Dus ik kreeg elke keer betalingsherinneringen voor dingen die ik niet eens heb ontvangen en ook niet wou ontvangen, maar toch moet betalen. Het komt er dus op neer dat Dennis en Danielle pakketten met cd's en boeken ontvangen waar ze niet om hebben gevraagd, maar wel voor moeten betalen. Ze sturen de pakketten terug en doen hun beklag bij de klantenservice. Maar ze waren zo kortaf. Ja, zonder bewijs van het postkantoor dat je het hebt teruggestuurd, kunnen we je niet verder helpen. De dvd's zijn opgestuurd, zeggen ze. Ze hebben nummers van de TNT. Hebben ze mij gegeven als bewijs. En dat bewijs, dan moet ik het bij de TNT afhandelen. Hun hebben het opgestuurd en dat is hun bewijs. En dan heb je te betalen volgens hun. Deze praktijken zouden toch niet moeten kunnen, maar deze bedrijven dekken zich heel goed in. Maar kun je mensen dit ook aandoen? Dat gaan we ze vragen. John heeft het adres van het bedrijf achterhaald en wil nu wel eens weten waarom zij er deze praktijken op nahoudt. Ik ben op zoek naar iemand van de leiding. Hoi. Ja, dat komt mooi uit. Op de vrijdagmiddag. Ja, zeker. John van Heuvel. Hoi, van het programma Duitsje Goed Recht. Hoi. We krijgen heel veel klachten over jullie. Ja. En mensen zijn niet zo blij met jullie. Wat jullie mensen soms aansmeren. Mensen die krijgen dingen opgestuurd waar ze niet om hebben gevraagd. Krijgen vervolgens rekeningen, krijgen aanmaningen, krijgen incassobureaus. Ja. En als dat nou één of twee keer zou gebeuren, zeggen we van ja, dat zou kunnen. Maar we worden echt overstelpt met reacties. Ja. Dus we komen eens langs om te vragen hoe dat kan. Ik ga daar met jou over praten. Nou, dat is heel mooi. Bianca is ons hoofd van klantenservice. Het hoofd van de klantenservice wordt erbij gehaald. Herkent u dit soort verhalen? Nee, niet dat het afgepoeid wordt door de klantenservice. Want ze hebben een hele goede klantenservice zitten die echt de klanten goed helpt. Ja. En netjes te woord staat en probeert echt een oplossing te vinden als er een probleem is. Ja, de eerste keer waren ze heel vriendelijk. De tweede, derde keer, ze werden steeds botter. Ze wouden niet naar mijn verhaal luisteren. Ze poeiden me gewoon af. En zodra ze het geld hebben, dan hoor je niks meer van ze. Dan is alles klaar. En ja, ze gaan niet netjes met je om zoals ze zou moeten. We smeren mensen niks aan, hè? We smeren mensen echt dingen aan. Die mensen die wij hebben gesproken, het gaat echt niet om een paar gevallen, het gaat echt om meerdere gevallen. Ja, die balen daarvan. En die zeggen, we voelen ons belazerd. En op het moment dat je ervan af wil, dan kom je er gewoon niet vanaf. En dan zeg ik, dat is toch die manier niet waarop je je geld wil verdienen, denk ik. Nee, maar zo werken we ook niet, op die manier. Nee. Nou, hoe werkt u dan wel? Nou, wij werken met kennismakingspakketten die mensen bestellen. Of precies. Dat we aanbieden via de telefoon. Ja. Ze bestellen dat, ontvangen ze thuis, staat netjes bij vermeld. Dat ze kunnen annuleren binnen 10 dagen. Als ze bellen voor een kennismakingsgesprek, is het allemaal geen probleem. Is het allemaal even aardig. Kunt u er natuurlijk van afkomen. Kunt u altijd kosteloos terugsturen. Terwijl dat ook niet zo is, want je betaalt gewoon de post ook nog. Nu blijkt er van alles mis te zijn gegaan, maar hoe kunnen ze dat bewijzen? Het is moeilijk om te bewijzen dat je fout of onduidelijk bent voorgelicht. Zoals ik eerder zei, kan je van de aankoop af, maar dan moet je dat wel op tijd doen. Wat dan ook belangrijk is, dat je kan bewijzen dat je dingen hebt teruggestuurd en dat je echt hebt opgezegd. Doe daarom alles schriftelijk en bewaar de briefjes van het vervoerbedrijf. Maar wat vindt u daar dan zelf van die werkwijze? Als u nou zegt van dat is de manier waarop ons bedrijf zeg maar geld verdient. Dus dat je toch heel veel mensen. Ja, nee, maar je lacht erom. Maar mensen vinden dat heel irritant. Ik lach hier helemaal niet. Maar ik ben hier ook niet blij mee. Ik kan niet snappen dat mensen daar werken als je op zo'n manier je geld moet verdienen. Dat begrijp ik niet. Ik bedoel, iedereen werkt normaal gesproken op een eerlijke manier. En nee, hoe ze daar, als je zo je geld wil verdienen, vind ik het heel zielig. Het lijkt een spel voor hen. Zo komt het over dat het echte spel is aan de telefoon. Zo van, ik werk hier en ik heb de macht en het maakt me helemaal niet uit. Ik verdien mijn geld en nog lachen ook, bewijzen van, om andermans leed. Zo voelt het dan ook. Ja. Maar wij gaan deze klanten nu uitzoeken voor jou en kijken wat daar is misgegaan. Dat is positief. Als meer mensen die problemen hebben, dan gaat er toch echt wat fout en dan lichten ze gewoon mensen op. En ik vind dat gewoon niet kunnen. De leiding van het bedrijf gaat in overleg om te kijken wat ze gaan doen met deze klachten. Meneer Van Heuvel. Ja, jullie hebben het bekeken. Nou, in ieder geval een glimlach zie ik. Ja. Dus ik neem aan dat we het gaan oplossen. We gaan het uiteraard in orde maken. We gaan het direct oplossen. Want we willen geen ontevreden klanten. Nee, geen willen ze niet. Nee, geen zin in. Heeft ook geen zin.
En dan, ja, dan trekken wij gewoon het kortste eind. Deze mensen krijgen geld terug. Ja. Klaar. Zaak afgedaan. Klopt. En hoe gaan we dat in de toekomst voorkomen? Ik zeg u nu toe dat wij onze procedures gaan bekijken. In ieder geval deze twee klanten kijken. Wat is er nu echt fout gegaan? En waar kunnen we verbeterpunten in aanbrengen? Ja. Zodat het in de toekomst hopelijk niet meer voorkomt. Oké, nou dan spreken we dan bij deze af. Anders ben ik er weer binnenkort. Nee, ja. Daar zitten wij niet op te wachten. Okay. Nee. Oké, bedankt. Tot ziens. Bedankt. Lecturama heeft geluisterd naar alle klachten. En hebben na deze confrontatie hun werkwijze voor 2011 per direct aangepast. Dit om te voorkomen dat mensen vastzitten aan iets waar ze niet om hebben gevraagd. Het bedrijf heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. Dennis en Danielle hebben inmiddels al hun geld terug. Bovendien wordt de strategie van het bedrijf aangepast. Klanten krijgen tijdig een mail hoe ze hun abonnement kunnen opzeggen. De zaak is opgelost. Straks, John komt op voor een invalide vrouw die alsmaar tegen een bureaucratische muur oploopt. Ik heb het smekend gevraagd, maar je ziet gewoon ook, het worden gewoon robots. Het zijn geen mensen meer. En John confronteert een malafide caravanhandelaar. John van Heuvel. Ja. Hi John, allemaal. Ik heb hier een cameravloeg in mijn kantoor staan met meneer van de Heuvel. John van Heuvel. Ja, ik ben nu natuurlijk niet blij mee, want ik heb nu echt een camera op mij gericht. Mag ik hem anders even? Het gaat over. Ja, het gaat over de familie Hofman. Tineke Knapen zit al vanaf haar 16 in een rolstoel, waardoor ze afhankelijk is van speciaal vervoer dat haar van huis komt halen en brengen. Tot nu toe werden de kosten voor dit vervoer grotendeels door de gemeente vergoed. Maar er ontstaan grote problemen voor Dineke als haar speciale pasje plotseling wordt ingetrokken en ze met het normale openbaar vervoer moet gaan reizen. Dineke is invalide en haar man is blind. Zelf een auto besturen is dus onmogelijk. En ze zijn dan ook volledig afhankelijk van speciaal vervoer. Als zij erop uit willen om leuke dingen te doen met hun dochter of voor een simpele boodschap, moet dit met een speciaal taxibusje. Kan ik even binnenkomen? Ja. Ik ben al binnen eigenlijk. Ja, oké. Dineke, jij zit in een rolstoel. Kun je eens uitleggen wat precies jouw handicap is? Ik heb bij mijn geboorte zuurstofgebrek gehad. Mm-hmm. En toen kon ik nog wel lopen, maar door een operatiefout op mijn 16e ben ik dus helemaal in de rolstoel beland. Je bent eigenlijk wel redelijk zwaar gehandicapt. Ja, ik kan niet meer veel lopen zoals ik voorheen deed. Dus ik ben nou echt meer echt afhankelijker geworden. Je bent erg beperkt in je mobiliteit. Ja. Dat betekent eigenlijk ook dat je afhankelijk bent van speciaal vervoer. Ja. Dat was altijd goed geregeld. Dat was altijd goed geregeld. Ik kwam van de gemeente Arnhem. Daar had ik een woning, daar was de zorg niet zoveel als hier. Want hier heb ik 24 uur oproepdienst. Je had een vervoerspasje. Ja. Waarmee je recht had op sociaal vervoer. Ja, dat ik een busje kon bellen die dan van deur tot deur om naar familie te gaan of boodschappen te doen of dat je eruit komt. Dineke's vervoerspasje wordt geblokkeerd omdat zij van Arnhem naar de gemeente Overbetuwe verhuist en daar hanteren ze andere regels. Nu is zij genoodzaakt met een duur rolstoeltaxibusje te gaan. Het komt er eigenlijk op neer dat iemand die gezond te been is voor €3,20 in Arnhem terecht kan komen. En ik ben meer dan €25 kwijt. En als je dan zegt tegen de gemeente, ik weet gewoon, we zijn niet arm, maar ook niet rijk, maar ik weet gewoon, als wij met zo'n duur taxibusje moeten gaan reizen, komen wij in de financiële problemen terecht. Kunnen wij gewoon niet ophoesten. We mogen blij zijn dat we elke maand rondkomen. Maar daar heeft de gemeente Overbetuwe duidelijk geen boodschap aan. Dineke verhuist van de ene gemeente naar de andere en er wordt plotseling haar pasje voor speciaal vervoer ingetrokken. Kan dat zomaar? Ja, hoe vervelend dat ook is voor Dineke. Maar de gemeente waar Dineke voorheen woonde betaalde het geld voor het pasje vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. En die wet is speciaal ontwikkeld om mensen met een handicap financieel te ondersteunen. Alleen de gemeente mag wel zelf bepalen welke kosten ze wel en welke niet vergoeden. De gemeente heeft daar dus vrijheid in. En wordt dan ook naar de uitgaven van iemand gekeken? Nee, helaas niet. De nieuwe gemeente van Dineke die kijkt naar de inkomsten en niet naar de uitgaven. En daar ligt ook het probleem. Dineke en haar man verdienen samen €2300 per maand. En dat is volgens de gemeente Overbetuwe te veel om in aanmerking te komen voor vergoeding van speciaal vervoer. Daar heb jij natuurlijk bij de gemeente aan de bel getrokken. Wat was het antwoord van de gemeente? Hoe word je daar te woord gestaan? Als ik het zo mag zeggen, asociaal. Want? Ja.
ze zijn gewoon heel hartloos. Het maakt ze niet uit. Hun zitten niet met dat probleem. Ze zeggen maar zo, dit zijn onze regels. Daar houden wij ons eigen aan. Dat jullie dan een ander plaatje hebben. Ja, daar zitten wij dan niet zo mee. Er wordt alleen gekeken naar de inkomsten en helemaal niet gekeken naar het feit dat je eigenlijk door dat je alle twee gehandicapt bent veel meer geld kwijt bent om er maandelijks rond te komen. Ja. Nee, wordt niet nagekeken. John heeft een afspraak met de wethouder van de gemeente over Betuwe om te vragen hoe dit zit en of er opnieuw naar de situatie van Dieneke kan worden gekeken. Wij zijn ter hulp geroepen door Dieneke. Die woonde niet zo lang in uw gemeente. Die woonde daarvoor samen met haar gehandicapte man. Zij is zelf ook gehandicapt, woonde in Arnhem. Daar kreeg ze altijd keurig een pasje waarmee ze gebruik konden maken van speciaal vervoer. En zij woonden nog niet een heel korte tijd in deze mooie gemeente. En vervolgens krijgen ze te horen dat het pasje wordt ingetrokken. Omdat de gemeente Over Betuwe anders dan de gemeente Arnhem daar een andere inkomenstoets hanteert. De gemeente Arnhem had, geloof ik, maar dat moet ik me niet opvangen. Vanaf anderhalf keer minimum inkomen kom je in aanmerking en die norm ligt bij ons lager. Dus de familie Knapen kwam in het beleid 2010... niet in aanmerking voor een vergoeding van de gemeente Over Betuwe. Zij voelen zich erg onheus bejegend en ook erg onfatsoenlijk te woord gestaan door de gemeente. Ze zeggen, we zijn volstrekt niet serieus genomen, ze zijn afgepoeierd. Mensen hebben weken, maanden aan huis gekluisterd gezeten. Hoe is dat in vredesnaam mogelijk, dat mensen zo klantonvriendelijk te woord worden gestaan? Nou, ik kan natuurlijk niets van hun gevoelens wegnemen. Of dat zij onbeschoft behandeld zijn door de gemeente, dat waag ik te betwijfelen. Het vervoer is dus echt onze grootste probleem. Ja. Nou, ja. Want hoe hebben jullie de feestdagen doorgebracht? Thuis. Thuis. Ze zijn hier gekomen. Je moet de visite noodgedwongen hier naar huis halen, omdat je zelf naar niemand toe kan. Nee. Mijn nichtje was jarig, ben ik ook niet mee heen gegaan. Mijn cadeautje ligt nog in de kast. Ik zeg, kijk maar wanneer je een keer tijd hebt om met de kleine meid te komen. Ja. Maar dat is toch geen leven zo? Nee, maar dat schijnt ze niet te interesseren bij de gemeente Over Betuwe. Dat maakt ze niet uit. Door hun hebben alle schermen voor elkaar. En ja, althans, ik heb het smekend gevraagd, want ik heb ook een gesprek daar aangevraagd. Maar ze blijven gewoon... Je ziet gewoon ook, het worden gewoon robots. Het zijn geen mensen meer. Je ziet gewoon de plekken, zie je ze veranderen. Ja. Het rolluik gaat omlaag en je zoekt het verder maar uit. Ja, je zoekt het maar uit. Dieneke is genoodzaakt om met het streekvervoer te reizen. En dat is een regelrechte ramp, want normale bussen zijn niet altijd ingesteld op invalide vervoer. Als ik dan met de bus ga, dan moet ik gewoon hopen dat er een plank is en dat die man wil helpen, ja, is dat niet het geval. Rijden ze door en dan moet je weer een half uur wachten. Dat gebeurt wel. Ja. Want je kunt niet zelf op eigen kracht uiteraard in zo'n bus komen. Dus dan moet de buschauffeur moet je helpen om de bus in te... Ja, in ieder geval zodat ik erin kan rijden. Ja. Ja. Maar het gebeurt heel vaak dat de buschauffeur daar geen zin in heeft en gewoon doorrijdt. Nee, en gewoon doorrijdt. Onze dochter van 3, die gewoon huilend bij mij op schoot zit. Mama, ik heb het zo koud. Waarom hebben wij geen pasje meer voor de busje? Nou, dat scheurt je hart. Ja, want op dat moment had ik een... Ja, je hebt het zelf koud, maar ja, zij natuurlijk ook. Want zij zit ook stil. Ja. En de bussen rijden maar aan je voorbij. Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk dat de bus aankomt rijden en dan hebben ze een speciale plank nodig? En in een groot aantal van de gevallen hebben die bussen hebben die plank niet bij zich en staat mevrouw gewoon op de bushalte. En dan staat ze met een kind soms uren te wachten in de kou voordat ze met de bus mee kan. Ja, ik ben het met u eens. Ik heb die klacht ook wel eens gehoord. Ik ben ook actief bij de stadsregio. De stadsregio is verantwoordelijk naar de busbedrijven om ervoor te zorgen dat de busbedrijven voldoen aan de afspraken die we met hun gemaakt hebben. En het is inderdaad voorgekomen dat het busmateriaal nog niet afdoende was. En daar moet je dan aan werken. En ik zit er bijna helemaal doorheen. Ja. Je redt het zo niet langer? Nee, want ik ben hier thuis toch wel degene die iedereen opvangt. Mijn man en mijn dochter ook, die dan elke keer loopt te huilen van we willen een keer naar oma of noem maar op. Ja, ik heb ook gevoel en ik red het gewoon niet meer. En dit duurt nu al maanden zo? Dit duurt al maanden zo.
Wat zou voor jou nou een oplossing zijn dat je zegt van nou, dan kunnen wij de draad van het leven weer een beetje oppakken? Als ze gewoon het pasje weer teruggeven, dat ik gewoon weer op de normale manier zou kunnen reizen met een busje. Op de WMO, van WMO-pasje. Want zolang het openbaar vervoer niet toegankelijk genoeg is voor mensen in een elektrische rolstoel, vind ik gewoon dat ze mij het pasje terug moeten geven. En zo, ja, als ik goed met openbaar vervoer zou kunnen, hadden ze mij echt niet gehoord. Nou, dat klinkt toch heel onredelijk. Kunnen ze helemaal niets ondernemen tegen de beleidsregels van die gemeente? Nee, de gemeente maakt beleid. En tegen de politieke keuzes van de gemeente kun je helaas geen bezwaar maken. Toch gaat de gemeente over Betuwe opnieuw naar de zaak van Dieneke kijken. En ze gaan ook hun beleidsregels aanpassen. Ik heb begrepen dat de familie Knaap heel graag een gesprek met me wil. Ja, dat klopt. Dat gaan we doen. Ja. Sowieso is het de doelstelling van de gemeente over Betuwe om al deze mensen zo goed mogelijk te helpen. Ja. Dat is de doelstelling van de WMO. Ja, kunnen we met elkaar afspreken gezien de urgentie van dit probleem? Die mensen zijn nu al maanden aan huis gekluisterd. Dat u met de grootst mogelijke spoed hiernaar gaat kijken. En dan laten we maar even in het midden waar dan de communicatiestoornis ligt en wie daar de schuld van is. Maar dat we met elkaar kunnen afspreken dat deze mensen binnen nu en laten we zeggen een goede week weten waar ze aan toe zijn. En dat zij weer gewoon een normale leven kunnen oppakken. Ja, of dat nou binnen een week kan, dat weet ik niet. Ik kan wel binnen een week met de familie Knaap aan tafel zitten. En een besluit wat we daarover nemen vergt wellicht wat meer tijd. Ja. Maar we zijn er gewoon mee aan de gang en we zullen proberen dit zo snel mogelijk af te handelen. De wethouder wil met Dieneke om de tafel om te kijken of ze snel haar vervoerspasje weer terug kan krijgen. Als alles soepel gaat, kan dat binnen 2 of 3 weken gebeuren. En heeft Dieneke eindelijk haar vrijheid weer terug. Beste John, mijn videocamera was kapot. Ik heb de klantenservice gebeld en die vertelde mij dat ik de reparatieservice moest bellen om de camera daar naartoe te sturen. Nou, dat heb ik gedaan en een paar weken later bel ik op om te vragen hoe het ervoor stond. En ze vertelde mij dat de reparatieservice was verhuisd en dat ik de camera naar een ander adres had moeten sturen. Vervolgens bleek mijn camera dus ook onvindbaar te zijn en niemand kon mij vertellen hoe, wat en wanneer. Mijn vraag is nu, wie is hiervoor verantwoordelijk en kan ik mijn camera nog terugkrijgen? Ja, dat is wel een heel vervelend probleem. Hoe krijgt deze mevrouw nou haar camera nog terug? Nou, deze mevrouw die zal moeten aantonen dat haar camera is aangekomen bij de klantenservice. Dat kan bijvoorbeeld door de TNT-bon of door de trekkingsinformatie. En als ze heeft aangetoond dat de camera is aangekomen, dan betekent dat ook dat het bedrijf verantwoordelijk is voor het zoekraken van de camera. Nou, als de camera zoek blijft, dan zal dit bedrijf moeten zorgen voor een passende schadevergoeding. Voor iedere student is het behalen van een diploma een hoogtepunt in hun leven. Maar wat een speciaal moment had moeten worden voor een aantal studenten is geëindigd in een nachtmerrie. Deze 3 studenten volgen een interne opleiding als OK-assistent in een ziekenhuis in Dordrecht. Ze halen alle 3 geweldige cijfers en halen alle tentamens. Maar door een administratieve fout krijgen ze toch hun diploma niet. Dit tot hun grote verbijstering. Je hebt een opleiding operatieassistenten gedaan. Waarom heb je voor die opleiding gekozen? Spanning. Ik zat altijd op televisie wel naar operaties te kijken. En, ja. Ik ben hiervoor verpleegkundige geweest. En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik ben aan een nieuwe uitdaging toe. Dus ik ben bij ons in het ziekenhuis waar ik toen werkte op de OK gaan kijken. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Gewoon die hele sfeer die daar hangt en de spanning die je af en toe kan hebben. Het is een heel leuk werk. Je werkt met patiënten en het is... Ja, iedere patiënt is anders. Je moet de patiënt gerust kunnen stellen, want ze komen voor een operatie. Ja, het is niet niks. Voor ons is het natuurlijk ons dagelijks werk. Maar voor een patiënt, die komt misschien 1 keer in zijn leven. En heel erg verantwoordelijk. Heel verantwoordelijk, ja. Omdat jij verantwoordelijk bent voor wat de arts in handen krijgt. En ja, het is altijd vooruit spelen op de arts. Dus het is heel verantwoordelijk werk. Ja. Daar hoort ook een gedegen opleiding bij. Die heb je ook gedaan, hè, die opleiding? Ja, klopt. 3 jaar lang. Hoe was die opleiding? Leuk. Het is een pittige opleiding, want je wordt half opgeleid tot arts. Je moet alle anatomie kennen. Je moet alle operaties kennen van voor tot achter. Dus ja, het is een hele zware opleiding. En in de praktijk doe je natuurlijk je stages lopen. En de theorie krijg je dan op een opleidingscentrum. Verliep dat hele traject een beetje volgens het boekje? Het traject op zich wel. Al mijn theorie gedeelte en al praktijk gedeelte, alle praktijkopdrachten zijn allemaal behaald. Ook de theoretische gedeelte zijn behaald. Dus in zoverre is dat volgens het boekje verlopen. Ging hartstikke goed eigenlijk. Het ging hartstikke goed, ja. Alles zag er rooskleurig uit. Ja. Ja. Maar een week voor het behalen van hun diploma gebeurt er iets heel vreemds.
De ommekeer kwam kort voor onze diploma-uitreiking. Toen kregen we te horen dat wij geen diploma zouden krijgen. Omdat er een geschil was tussen het CZO, dat is het college voor de ziekenhuisopleiding, en ons ziekenhuis. De studenten krijgen geen erkend diploma omdat het ziekenhuis geen CZO-erkenning heeft. Zo'n erkenning is zeer belangrijk. John doet navraag bij een jurist. Wat is CZO voor een organisatie? Het CZO dat staat voor College Zorgopleidingen. Wanneer een student een opleiding succesvol afrondt, dan ontvangt de student een diploma van het CZO. Vooral een student die medische opleiding volgt, is het erg belangrijk dat op zijn diploma het CZO-keurmerk staat. Dat garandeert namelijk dat zijn diploma aan alle eisen voldoet. Nou, sterker nog, het zorgt er zelfs voor dat je verzekerd bent als je in het ziekenhuis werkt. Je hebt je opleiding met goed gevolg doorstaan. Dan krijg je een diploma, zou je zeggen. Maar wat gebeurt er? Het ziekenhuis moet een erkenning aanvragen als zijnde een opleidingsziekenhuis. En dat is niet of het te laat gebeurt. Waardoor het CZO zegt van jullie kunnen geen erkend diploma krijgen. Want CZO is de instantie die, laten we zeggen, de kwaliteit van de diploma's moet bewaken. Klopt. Ja. En de kwaliteit van de opleiding. Ja. Het ziekenhuis wist niet dat zij een document hadden moeten aanvragen bij het CZO. En het CZO weigert de fout van het ziekenhuis te herstellen. De studenten kunnen hier niets aan doen, maar zijn er wel de dupe van. Hoeveel mensen uit jouw opleiding zijn nu de dupe van deze situatie? We zijn in totaal met 17 mensen, waarvan 11 operatieassistenten en 6 anesthesiemedewerkers. Ja. Maar dat kan toch niet zomaar? Die studenten krijgen een diploma niet vanwege een administratieve fout waar zij helemaal niets mee te maken hebben. Nee, dat is inderdaad onvoorstelbaar. Ik snap niet waarom het CZO hier zo staan als de regels vasthoudt. Het is toch overduidelijk dat de studenten aan alle opleidingseisen hebben voldaan en dat het alleen het ziekenhuis is die een administratieve fout heeft gemaakt. Nou, hier zouden de studenten natuurlijk niet de dupe van mogen worden. Het CZO komt uiteindelijk met een oplossing die geen oplossing blijkt te zijn. Die houdt in dat de studenten over de 3 jaar theorie een nieuwe toets moeten doen en in een ander ziekenhuis, 100 kilometer verderop, nog een maand stage moeten lopen. Dit vinden de studenten een belachelijke eis. Daar zijn wij valikant op tegen, want wij vinden dat onze theoretische kennis niet ter discussie staat, want wij hebben alle tentamens hebben we voldaan, onderzoek hebben wij voldaan. En wij zijn net zo goed geschoold als degene die nu wel een diploma hebben. Ik heb mijn opleiding gedaan, ik heb aan alle eisen voldaan. Ik ga niet terug naar school en ik ga echt geen stage lopen. Zowel het ziekenhuis als de studenten krijgen geen gehoor bij het CZO. John gaat samen met de studenten verhaal halen bij de directie van het CZO. Ik kom van mevrouw Wardenaar. We zijn op zoek naar mevrouw Wardenaar. Dag. John van Heuvel, programma SBS. Een hele grote groep. Ja, hele grote groep. Dus, maar we hebben ook een heel groot probleem. Nou, moet u luisteren. Kijk, vorige week hebben we de brief gestuurd. Ja. En de hele reden dat er geen CZO-diploma verstrekt kon worden is omdat het ziekenhuis niet erkend was op het moment van diplomeren. Ja. Ja. En dat vinden we uitermate vervelend, wat ik al aangeef. Ja. En daarom hebben we ook gezegd, we gaan kijken of we een modus kunnen vinden waarop op korte termijn toch dat CZO-diploma bereikt kan worden. Ja. En dat is dan een stage in een ander ziekenhuis. Ja, maar realiseert zich wat dat voor consequenties heeft. Deze meisjes en deze meneer die wonen in de omgeving van Dordrecht, die moeten dan iedere dag moeten ze naar Amsterdam reizen. Ze moeten een toets gaan doen over stof die ze eigenlijk helemaal hebben afgerond. Die teruggaat tot zelfs aan het begin van de opleiding. Dat is een toets, een theorie-examen over 3 jaar. Dus ze moeten al die stof moeten ze zich weer eigen gaan maken. Ze moeten dus daar naartoe gaan reizen in een heel vreemd ziekenhuis. Dat is eigenlijk een soort Mission Impossible. Zij voelen zich in ieder geval letterlijk met de rug tegen de muur staan. Wij vinden gewoon dat wij in ons recht staan. En wij willen er ook alles aan doen om ons gelijk te krijgen. Want het zijn gewoon belachelijke eisen die het CZO stelt. Dus de vraag is eigenlijk of er een andere oplossing denkbaar is. Of we met heel veel creativiteit kunnen kijken naar een mogelijkheid waardoor zij in ieder geval niet de dupe worden van deze misverstanden. Nou, dat is een beetje moeilijk om dat nu aan te geven. Ja. Want u overvalt me. U komt letterlijk gewoon binnenvallen nu met de camera. Ja. En jullie zijn natuurlijk toch waarom luister heel erg niet naar de oplossingen die zijn aangedragen door het opleidingsinstituut en door de ziekenhuizen. Die hebben 3 andere oplossingen bedacht. Die zijn allemaal zorgvuldig over. Nee, die zijn niet gehoord. In de laatste vergadering zijn niet gehoord. Op 4 november in de vergadering hebben ze daar niet naar geluisterd. Daar wilt u absoluut niet over praten. Moet u luisteren, het bestuur besluit hierover.
Dus ik ben nu de woordvoerder en we leggen het terug bij het bestuur. En daar ben ik nu vanmiddag mee bezig. Het is niet mijn fout. Daar zit natuurlijk heel veel pijn, hè? Dat je het gewoon de hele opleiding hebt afgerond. Dat je 3 jaar alles prima hebt gedaan. En dat je volgens de horeca, je moet het hele theoretische gedeelte... Ja, dat is... Dat weet je wat voor stapel boeken dat is? Hoe kan je in hemelsnaam in een maand laten zien wat je de afgelopen 3 jaar hebt geleerd in een ziekenhuis waar je de artsen niet kent, de collega's niet kent, andere apparatuur, andere instrumenten. Dat is gewoon onmogelijk en dat is gewoon gedoemd te mislukken. Ja. We vinden het heel vervelend voor jullie. En we zijn nu mee bezig om te kijken van hoe we op alle reacties reageren. En er komt maandag een reactie naar de ziekenhuis. Ja, nou ja, wij gaan er in ieder geval vanuit, als ik u zo beluister, dat het gewoon een positieve beslissing zal zijn. En dat we hier, of ik, of met z'n allen weer gewoon niet meer hoeven terug te komen. Anders dan een heel goed telefoontje in ontvangst nemen. En dat zij toch een diploma krijgen. Dat begrijp ik. Oké, prima. 2 weken na deze confrontatie heb ik opnieuw contact gezocht met het CZO. En ze hebben inmiddels een overeenstemming bereikt met het ziekenhuis in Dordrecht. En in deze brief staat die overeenstemming. Goed nieuws voor de studenten. Ze hoeven geen extra examen te doen over de 3 jaar theorie. Ook hoeven ze geen stage te lopen in een ander ziekenhuis waar de studenten niet bekend zijn met de artsen en de apparatuur. Ze worden nu nog een aantal keer getoetst in hun eigen ziekenhuis, in hun vertrouwde omgeving, waar ze goed zijn ingewerkt. De studenten zijn natuurlijk dolblij met deze beslissing. En ze gaan ervan uit dat ze heel snel hun diploma in ontvangst kunnen nemen. De zaak is opgelost. Beste John, in mijn huis heb ik een nieuwe grindvloer laten leggen. Helaas kwam hij na een half jaar scheuren in mijn huis. Ik heb hiervoor een onafhankelijke bouwkundige laten komen. En die heeft geconstateerd dat de verantwoordelijkheid hiervan bij de leverancier van de vloer ligt. Deze wil er helaas niks mee te maken hebben. Kan ik hem hiervoor wettelijk aansprakelijk stellen, zodat ik de schade en de kosten van de vloer kan achterhalen? Nou, die mevrouw heeft de siergrindvloer besteld. Er is iets misgegaan. Degene die dat heeft gedaan moet toch gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen? Ja, nou, deze mevrouw heeft er heel verstandig aan gedaan om een onafhankelijk bouwkundig advies in te winnen. En uit het advies is ook gebleken dat de leverancier fouten heeft gemaakt. Nou, dat betekent dat hij de schade zal moeten herstellen. En als dat niet meer kan, dan zal hij een nieuwe vloer moeten leveren. Nou, blijft deze leverancier nou volharden, dan kan deze mevrouw naar de rechter. Maar laten we hopen dat de leverancier inziet dat hij de schade moet herstellen en dat deze mevrouw op korte termijn heerlijk van haar nieuwe vloer kan gaan genieten. Straks lopen de gemoederen hoog op als John een malafide caravanhandelaar confronteert. Heuvel. Ja. Hi, John. Elmer. Alles hier duidelijk. Doe nou eens even normaal. Nee, ik heb net gevraagd dat ik niet op de camera wil. Ik heb net gevraagd of ik niet op de camera wil. Blijf van die camera. Hij moet. Blijf van die camera. Ik heb alleen gezegd, ik wil niet op die camera. Wat zeg ik nou net? Duidelijk. Wat zeg ik nou hij blijft filmen, meneer Van Heuvel. Ik geef iets aan. Hij dat uit de camera. Ik zeg dat hij blijft uit de camera. Dat maken we zelf wel uit. Jan en Ellie besluiten na 3 jaar een mooie caravan te verkopen en doen dat via een handelaar in caravans. Inmiddels is de caravan daadwerkelijk verkocht voor €8.000, maar de verkoper weigert hen nu dat geld te geven. Jan en Ellie Hofman bieden hun geliefde caravan in eerste instantie aan op internet. Als ze hier geen respons op krijgen, zijn ze heel blij met een handelaar die hun caravan voor hun wil verkopen. Maar de blijdschap verandert al snel in een drama. U heeft de caravan te koop gezet. Waarom heeft u dat gedaan? Nou, wij gingen altijd naar Spanje. We hadden een hobby en we wilden een wat luxere caravan. Toen hebben we de LMC gekocht. Daar gingen we altijd mee naar Spanje. Daar bleef die ook staan. Maar ja, toen is mijn schoondochter overleden in 2008. En toen kwam onze kleinzoon bij ons wonen. En ja, hij ging naar school toe. Dus ja, hij zat met zijn leerplicht. En ja, toen kon dat niet meer naar Spanje toe. Dus hebben we de caravan weer meegenomen hier naartoe. Want we lieten hem eigenlijk achter in Spanje. Ja. En toen hebben we gezegd, nou, laten we maar verkopen. Dan kopen we een staatcaravan. En toen heeft u hem op de marktplaats gezet. Hoe ging dat? Ja. Ik heb hem op marktplaats gezet met alle foto's erbij. En nou ja, we kregen wel wat aanbiedingen van 5.000, 6.000. Ja, dat vond ik gewoon te weinig. Want ik had hem eerst voor 10.000 op de marktplaats gezet. Ja. Nou, toen kreeg ik uiteindelijk een mailtje van een handelaar. En die wilde hem heel graag verkopen. Omdat hij een klant had. Die zocht zo'n caravan. En met die handelaar bent u zee gegaan? Ja, met die handelaar zijn we verder gegaan. Met die handelaar spreekt de familie Hofman af dat hij de caravan voor minimaal €8.000 zal verkopen. Ze tekenen hiervoor zelfs een contract. De familie Hofman laat met een goed gevoel hun caravan bij de handelaar achter. Hij was er helemaal weg van. Want hij zei nog van, hij is zo mooi, het lijkt of hij nooit gebruikt is.
En ik had er alles bij zitten. Een fijn nieuwe tent, een fijn nieuwe luifel. Een bijzettent, een schuurtje erbij. Een mover zat te honden. Dus ja, van alles erop en aan. Helemaal compleet. Helemaal compleet. Ja, het was een geweldige caravan. Want het ging aan ons hart dat we hem weg moesten doen. Ze spreken ook met de handelaar af dat zodra de caravan verkocht is, zij eerst hun geld zullen krijgen. En dat ze daarna pas hun kentekenbewijs opsturen, zodat de handelaar de caravan kan overschrijven. Deze afspraak komt hij echter niet na. Hij belde mij 5 november op en hij zei, nou, ik heb hem verkocht. Zou je met spoed het kenteken op willen sturen? Ik zei, ja, maar mijn geld dan, dat maak ik direct over. He, dus dat heb je volgende week op de rekening staan. Nou ja, dat hebben we gedaan. Ik heb het aangetekend verstuurd. Ik heb een mailtje gestuurd of hij het ontvangen heeft. Nou, dat had hij. En hij zou met spoed het geld overmaken. Ja. Nou, tot op heden toe. Nog niet. Hoe kan dit? De familie Hofman houdt zich aan alle afspraken. En toch krijgen ze hun geld niet. We hebben deze mensen keurig alles zwart op wit staan. Dan zou dit toch niet kunnen gebeuren, denk je? Nee, dat is ook een hele vervelende situatie voor Ellie en Jan. Maar helaas betekent een waterdicht contract nog niet dat er helemaal niets mis kan gaan bij de nakoming van de afspraken. Het is natuurlijk wel zo dat als je alles goed hebt vastgelegd, dat je een groot voordeel hebt op het moment dat de zaak voor de rechter ligt. Jullie hebben keurig al je verplichtingen nagekomen. Je hebt de caravan overgedragen. Je hebt zelfs het kentekenbewijs heb je overgedragen zonder dat je iets van geld hebt gezien. Ja. Maar hij houdt zich niet aan de afspraak. Nee. En ik neem aan dat u daar eens eventjes een stevig telefoongesprek over hebt gevoerd. Jawel. Zeker 4-5 keer hebben we gebeld. Ik heb heel vaak gebeld. Hij belde mij ook iedere keer. En had iedere keer weer een smoesje. Ja, hij kon niet afgeleverd worden vanwege het slechte weer. En nou ja, kwijt telefoontjes. Hij zegt, je moet eens een keer niet zeuren. Je moet gewoon wachten. Je krijgt gewoon je geld. Maar dat geld komt maar niet. Tijd voor John om een bezoekje aan de caravanhandelaar te brengen. Hij wacht totdat er iemand naar buiten komt. Dan kan hij eindelijk vragen waar het geld van familie Hofman blijft. Hij treft dan niet de handelaar zelf, maar een medewerker. Goeiedag. Hi. John van Heuvel. Ja. Hi, John. Elmer. Ja, we komen voor meneer en mevrouw Hofman. Jullie wel bekend. Die hebben hier een caravan ten verkoop aangeboden. Ja. En dat ding is ook verkocht. Ja, ik ben de baas niet. Ik ben niet de bedrijfsleider. Ja. Hoe gaan we dat oplossen? Want die mensen die balen daar verschrikkelijk van. En het geld is al 4-5 keer toegezegd om dat over te maken. Dat gebeurt maar niet. Gaan we maar mee naar binnen. Ja? John gaat mee naar binnen. Hij wil praten over een oplossing. Ik zal eerlijk vertellen, we hebben een lening afgesloten voor de zaakcaravan. Met de bedoeling dit geld wat we van deze caravan zouden krijgen, om dat in te lossen. Ja. Dat was ook de bedoeling. Ja. En dat weet de caravanhandelaar ook. Dat hebben we eerlijk gezegd. Dus eigenlijk zit hij nu vast aan een lening. Juist. Ja. Terwijl hij zijn verplichtingen niet nakomt. Ja, precies. Ja. Jan en Ellie willen nu eindelijk hun geld. Ze lopen John achterna naar binnen bij de caravanhandelaar. Maar dan loopt het helemaal uit de hand. Doe nou eens even normaal. Ik heb net gevraagd of ik niet op de camera wil. Ik heb net gevraagd of ik niet op de camera wil. Hij moet. Blijf toch niet. Ik heb alleen gezegd, ik wil niet op die camera. Wat zeg ik nou net? Duidelijk. Hij blijft filmen, meneer Van Heuvel. Ik geef iets aan. Hij doet uit de camera. Ik denk dat hij denkt van jij hebt het kenteken afgegeven met het kopie. Je hebt geen poten op te staan, dus je kan je cent fluiten. Je kan er niks tegen doen. Nou blijft die bemiddelaar die mensen maar aan het lijntje houden. Hij betaalt gewoon niet. Hoe lang kan hij dat rekken? Nou, ik zou zeggen tot hier en niet verder. In november is de koop namelijk al gesloten. En het is natuurlijk niet normaal dat Jan en Ellie nog steeds hun geld niet hebben ontvangen. In dit geval is het raadzaam om een ingebrekenstelling te sturen. Dat betekent dat je een aangetekende brief stuurt waarin je een termijn stelt. En in die termijn wil je graag je geld zien. Volgt dat niet, dan is het belangrijk dat je naar een advocaat gaat en dat je samen naar de rechter stapt. De gemoederen zijn inmiddels bedaard. En de bedrijfsleider belt met zijn baas, de caravanhandelaar, om de zaak eindelijk op te lossen. Ik heb hier een cameraploeg in mijn kantoor staan met meneer Van Heuvel. John Van Heuvel van misdaadverslaggever. Ik word dus nu ook gefilmd. Het gaat over de familie Hofman. Ja, ik ben hier natuurlijk niet blij mee, want ik heb nu echt een camera op mij gericht. Mag ik hem anders even? Mag ik jou doorverbinden even met de heer Van Heuvel? Met John van Heuvel, goeiedag. Kunt u mij verstaan? Ja? Oké.
Het gaat even om het volgende. Ik denk dat u het wel weet. Het gaat over die caravan, die LMC, die u voor een familie zou verkopen. Die mensen heb ik hier ook bij me. En zij krijgen nog 8000 euro van u. En dat wordt steeds toegezegd. En ze hebben ook gewoon keurig het kentekenbewijs hebben ze aan u toegestuurd. En ze zitten nu al zo lang op dat geld te wachten. Ik zeg, nou, dan gaan wij eens even mee en dan gaan we eens kijken of we dat nu ter plekke kunnen regelen. Nee, er is nog niks over gemaakt hoor. En ik heb ook uw mail aan de familie gezien, of diverse mails eigenlijk. En ook uw belofte dat u het zou overmaken, dat is ook alweer een tijdje geleden. En het staat er nog steeds niet op. Dus dat vinden we heel vervelend. En alles moet betaald worden, inderdaad. En die mensen hebben gewoon keurig het overschrijvingsformulier. Ik denk, u heeft hier een groot bedrijf. Ik denk dat dit niet de manier is waarop u met klanten om moet gaan. Ik vind het redelijk schandalig dat die mensen zo lang op hun geld moeten wachten. Ik heb de mails gezien. Dit zijn gewoon keurige mensen. En die hebben keurig ook aan alle verplichtingen voldaan. En dat u ze dan zo lang met een kluitje in het riet stuurt, dat vind ik echt schandalig. Maar u zegt, ik hoor u nu duidelijk zeggen, en dat wordt ook nu opgenomen, dat zeg ik er meteen bij, dat u het vandaag over gaat maken en dat het morgen op de rekening van die mensen staat. Ja. Nee, er is geen 7000 euro afgesproken, er is 8000 euro afgesproken. Maar ja. Ja. Ik ga er ook vanuit dat er gewoon morgen 8000 euro op de rekening van die mensen staat. Het is geen 5 cent, het is wel 8000 euro. En u heeft het ook niet zomaar liggen, u heeft er ook hard voor moeten werken. Ja, dat weten, ja. Ik zei werk nog, ik zit in de veertig. Ik moet ook achter de deur uit om te gaan werken. Nou, het bankrekeningnummer is nog een keer ge-sms. Ja. Keiharde toezegging nu. Ik heb het ook gehoord. Staat erop. Nou, zelfs de bedrijfsleider staat aan jullie kant. Ik ga eerlijk gezegd vanuit dat het geld nu heel snel op jullie rekening staat. Ja, ik hoop en anders het. Ja, gaan we er gewoon weer naartoe. Ja. We laten dit niet gaan. Ik vind het schandalig. Ik hoop dat het hierbij blijft. Zeg. Ja, dat laten we daar vanuit gaan. Ja? Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Ja, oké. Okay. De volgende dag belt John met de familie Hofman om te checken of de 8000 euro daadwerkelijk is overgemaakt. Ja, mevrouw Hofman met John van Heuvel hier. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk, laat ik eens even bellen. We zijn weer een dagje verder. Ja, nou, gisteren toen ik thuis kwam, stonden we wel op de rekening. Kijk, dat is goed nieuws. Die 8000 euro staat gewoon weer op jullie rekening. Ja. Belangrijkste is dat het is opgelost. Jullie hebben gewoon lekker je centjes. En ik wens jullie nog heel veel plezier in jullie nieuwe caravan. En geniet ervan. Bedankt voor de goede inzet. Want anders had ik het nooit gered. Hoor, had ik het nooit gehad. Nou, heel graag gedaan. Ik ben er heel blij mee. Heel graag gedaan. Ja. Een fijne dag verder. Goed aan uw man. Ja, dank je. Hetzelfde. Oké. Ja, dag. Dit was Dasje Goed Recht voor deze week. Heeft u ook een juridisch probleem? Mail dan naar dasjegoedrecht@endemol.nl. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.